zoals u en ik in contact brengen met de economie. Dat was het doel van econoom Geert Noos toen hij in 2008 zijn bestseller Econoshock uitbracht. En nu zijn we 2 jaar verder en heeft hij een nieuwe versie klaar. Ben benieuwd wat er ondertussen allemaal veranderd is in de wereld. Dag meneer Noos. Voor de mensen die het boek nog niet kennen, kunt u even vertellen waarover het gaat? Het boek zou je kunnen zeggen is een overzicht van wat er gebeurt in de wereld, waarom allerlei dingen op dit moment soms grondig mislopen, waarom je nieuwe trends ziet en hoe dat allemaal in elkaar past en wat je mag verwachten voor de komende decennia. U maakt dus voorspellingen. Wel, sommige voorspellingen zijn makkelijk, bijvoorbeeld demografische voorspellingen, die zijn heel makkelijk te maken omdat die trends lopen heel lang. Andere dingen zijn misschien wat een toekomstvisie geven en niet echt voorspellen, maar trachten te tekenen waar we naartoe kunnen gaan. Maar u heeft er wel de iPad in voorspeld. Ja, ik noemde hem nog iPaper, maar het boek is geschreven 2 jaar voor de economische en financiële crisis. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar de kiemen van al die zaken waren toen al bekend. Ik heb er ook heel weinig in moeten wijzigen. Wat we wel hebben gedaan voor deze versie is fors gereduceerd. We hebben een 40% reductie gedaan van de woorden en de essentie behouden om het nog toegankelijker te maken voor de schoolgaande jeugd, voor onze kinderen en natuurlijk voor anderen die om economie nog dichter bij de mensen te brengen. Dus het is echt een boek voor de leken uiteindelijk, zoals ik een beetje toch wel. Dat is de bedoeling. Ik denk dat het heel moeilijk was om economie leesbaar te maken. Ja. Ik heb het gevoel dat we daar min of meer in geslaagd zijn om economie terug wat sexier te maken, dat mensen daar interesse voor hebben op het goede moment. En ik hoop dat, dat het publiek kan verbreden, dat nog meer mensen zien dat wat er gebeurt hen ook aanbelangt. U gebruikt het beeld van schokken, van aardbevingen, om een aantal belangrijke schokken in de economie weer te geven. Hè? Er zijn zware, er zijn minder zware. En welke zware schokken moeten wij ons voor de komende jaren bewapenen? De meeste van die schokken zien we op dit moment al zich aftekenen. Bijvoorbeeld de financiële crisis is niet volledig achter de rug. Dat deint uit. De energiecrisis, daar hebben we duidelijk gezien dat er problemen zijn met de oliebevoorrading. Ook dat is een proces van tientallen jaren. De groene schok waar ik over spreek is heel veel bewustzijn vandaag, maar het is een werk van 20, 30, misschien zelfs 40 jaar om dit alles te doen. Daarom de rode draad is de duurzaamheidsrevolutie. Dit gaat over een lange periode waarin de economie duurzamer moet worden. Moet u daarmee dan eigenlijk ook zeggen dat op die 2 jaar tijd ons beleid niet echt dingen heeft kunnen doen? We zijn een bocht aan het maken. Ik zie toch een aantal dingen die bewegen in de goede richting. Maar de bochten in de wereldeconomie die nemen veel tijd. Daarom is het ook zo dat na een paar jaar de basis van het boek niet hoeft gewijzigd te worden. Ja. Omdat die brede bocht die gemaakt wordt, die gaat zich uitspreiden over tientallen jaren. Ja. Uw boek heeft dan een prijs gewonnen? Ik heb een prijs gewonnen van de Nederlandse bank, van de ABN AMRO. Ja. En ik ben heel blij dat het in de categorie non-fictie was. Gelukkig. Dank u wel, meneer Noos. Econoshock van Geert Noos, uitgegeven door How to Keep. Voilà, laat de economie iets plezant worden. Tot volgende week.